Een echte student gaat ook echt genieten van die stad waar hij studeert. Breda nu. Ieder jaar verwelkomt Breda duizenden studenten. Om hen een warm welkom te bieden en kennis te leren maken met de stad, hebben we gemeente Breda, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences en Stappen en Shoppen op woensdag 2 september de Breda Student App gelanceerd. De eerste stadsapp met een loyaliteitssysteem voor studenten. Hoe we op het idee zijn gekomen? Het zijn eigenlijk de studenten zelf. We hebben duizenden studenten in Breda. Ieder jaar honderden nieuwe studenten die komen. Die allemaal een beetje dezelfde vragen hebben. Die steeds een nieuwe stad moeten ontdekken. En diezelfde vragen, daarop kunnen ze nu allemaal het antwoord vinden in de Breda Student App. Ja, wat wij natuurlijk graag willen, en ik helemaal als wethouder van Breda, is dat de student vooral niet alleen met zijn neus in de boeken zit, of zoals nu met zijn neus achter de computer luisterend naar colleges. Een echte student gaat ook echt genieten van die stad waar hij studeert. Het is voor ons ook belangrijk dat het niet alleen de studenten van Avans en van BUAS zijn, maar dat ook het mbo daarin mee kan gaan doen. Ik zou ook mooi vinden als algemene vooropleidingen mee zouden kunnen gaan doen, omdat ze daarmee ook in contact komen met studeren in Breda en dus ook met Avans en BUAS. Het meest unieke wat er nieuw is, is het loyalty systeem. Hoe werkt dat dan? Studenten kunnen dagelijks aan het rad draaien. Dus je ziet dat ook hier, dit dingetje. Eén keer per dag kun je draaien, kun je gratis punten verdienen. En die punten, als je die dan hebt, worden die aan je studentenaccount toegevoegd. En dan kun je die inwisselen in de Breda Student Shop. En daar staan allemaal kortingsbonnen in van gratis biertjes, kortingen op kleding, winkels. En afhankelijk van hoeveel punten je hebt, kun je dan in die shop dingen kopen. En die dan inwisselen bij de deelnemende horeca en retail. De app is al meer dan 1000 maal gedownload en de makers gaan ervan uit dat dit aantal nog flink gaat stijgen. Breda nu.